Goedemiddag. Het is vandaag. Ja, het is een middag. Oh. Donderdag toch vandaag? Ja, donderdag. Vierde dag. Ja. Waar gaan we nu naartoe? We gaan naar de Megapier. Ja. Kijken of we kunnen duiken op het grote scheepswrak. De Superior Producer. Ik probeer het goed uit te spreken. Superior Producer. Ja. Ja. Kijken of de stroming oké is en of het veilig is. Dave moet vragen eigenlijk of de trap nog heel is. Oh, of ja. Iets van geweest stukjes. Moeten we eerst even naar kijken. Dat we er wel uit kunnen komen. We rijden nu het terrein van de Megapier op. Net aangemeld bij de security. Moeten we onze rijbewijs achterlaten. Als we daar niet meer terugkomen, dan weten ze wie de dood zijn. Ja, dat zei ik net, ja. Spannend. Het zijn hier wel eens hogere golven, hè? Ja, wat weet je precies. Spannend. Zo. Heel goed, hè? Ja. Succes. Oh. Nee, wacht even. Geluk met de batterijen. Gelukkig wel. Ze hadden ze. Was niet goedkoop, maar ja. Niks is hier goedkoop. Het was 30 gulden per batterij. Ja, en o-ringen. En schroeven erbij. Ja. Op zich wel de hele service set. Nu lekker gaan we eten vanavond. Ja, weten we eigenlijk niet echt. Nou, gewoon even kijken. Ja. Besluiteloos. Ja, zoveel keuze, hè? Ja, ik hou niet van bier, maar... Wijn genoeg hier ook. Ja, wijn. Goedemorgen. Middag bijna. Oh, middag al, hè? Ik weet niet of middag, maar het zit ertussen. Het is mijn middag. Maar in ieder geval... We zijn helemaal aan de andere kant van het eiland. Playa Kalki. Ja. Nou ja, nu staan we op de parkeerplaats. De Westpunt. Westpunt, ja. En hier gaan we lekker duikje maken. We hebben nu 8 flessen mee. Dus we kunnen heel lang doorgaan. Nou, dat is voor 3 dagen. Ja. Want de duikschool is 2 dagen dicht. Dus we hebben even een voorraad meegenomen. We kunnen gewoon hier zo langs drinken. Ja. Perfect.
een lekkere duik gemaakt. Ja, het was echt een super gave duik. Ja. Al een heel leuk vriendje, die een zeeschildpad, en die ging echt een heel stuk met ons mee. Dat was heel grappig. Nu lekker een hapje eten. Ja, wat gaan we eens eten? Nou, kies maar. Ja. Smaakt het? Heerlijk. Ja. Lekkere lokale stoba. Niks met cocktail. Ja. Turtle. Turtle cocktail. Goedemorgen, schat. Goedemiddag. Middag. Wat is het vandaag voor dag? Jouw verjaardag. Zaterdag. Ja, klopt. En we staan nu bij de directeurs bij. Ga ja, lekker duiken hier. Dat is eigenlijk niks favoriet duikspot. Dus hij mocht kiezen waar we vandaag gingen duiken. Dus dit wordt het vandaag. Vandaag is zondag. Hallo! De verjaardag is weer voorbij. Goedemorgen. Goedemorgen nog. Gisteren hebben we wel een beetje rustig aangedaan. We hebben gisteren gedoken. Waar was het weer? Oh, de directeurs bij. Ja. Ja, dat was heel mooi. Ja, toen zijn we lekker naar huis gegaan. We hebben lekker gezeten. En s'avonds zijn we uit eten geweest bij de gouverneur in Willemstad. Samen met Nicky en Mandy en hun kinderen. En hebben we heel lekker gegeten. En vandaag gaan we weer twee duikjes doen. We gaan nu naar Slangenbaai. Ik vergeet die naam elke keer. Nick gaat even testen welke er vol of leeg zijn. Vol. Kijk. Zo, we staan nu bij Snake Bay. Ja, echt een Snake, mooi Ja, ik kan best nog een keer terug natuurlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Nou, gaan we de duikspullen maar weer opbouwen. Ja. Heel mooi. We lopen nu bij Duikstek Double Reef. En dit is ook het vrijheidsmonument. Ik denk uit slaventijd. Ja. Dan gaan we hier zo erin, maar
instap zal hier wat lastiger zijn. De golven zijn hier iets hoger dan waar we net waren. Maar dat is ook wel weer spannend. En leuk. Toch? Ja, ja, ja. Duik gehad vandaag. Hè? Zo, twee zelfs. Ja, die waren heel mooi. Heel gaaf. Eindelijk onze murene gezien. Ja, een hele grote, dikke, groene murene. Die wilden we heel graag zien. Dat was een langoeste. En een winkelwagentje. Onder water, dat ze die nog wel zien in de vlog. Heel erg grappig. Nu is tijd voor een lekkere cocktail. Zo, proost. Proost.